Er zijn grote plannen voor het gebied ten westen van winkelcentrum Selwerd. De gemeente en woningbouwvereniging Nijenstee willen daar 282 verouderde sociale huurwoningen slopen. En daar komen 400 energiearme woningen voor terug. In de sociale huur, middenhuur, maar ook koopwoningen. Het gebied wordt begrensd door het winkelcentrum, de Eikenlaan, de Elzenlaan en de Mispellaan. De flats worden tussen de 3 en 7 verdiepingen hoog. Daar gaat de gemeente Groningen samen met Nijenstee 400 nieuwe woningen bouwen. En dat we ook een helemaal nieuwe, groene en hele mooie openbare omgeving maken. De parkeerdruk in de wijk is nu al hoog. Dat is natuurlijk de uitdaging als je verdicht, heet dat dan. Als je meer woningen toevoegt dan er stonden, want dan heb je ook meer parkeerdruk. De gemeente Groningen gaat ook op deze plek, doen we op andere plekken ook, maar dan gaan we parkeergebouwen ontwikkelen. Dat betekent dat er eigenlijk een gebouw op het maaiveld, op de begane grond, wordt gebouwd. En daar gaan we een mix van parkeren en wonen in ontwikkelen. Met groene gevels wordt gewoon echt een mooi ding om te zien ook. De plannen zijn uitgebreid met omwonenden besproken. Nou, er wonen heel veel mensen rondom dit gebied. En Nijenstee en gemeente Groningen hebben in de afgelopen coronajaren heel veel tijd en energie gestoken. En ontwerpsessies met de omwonenden. Er zijn steeds verschillende varianten voorgelegd. En mensen hebben mee kunnen denken en zelfs tekenen om te bepalen hoe het eruit zou komen te zien. Dus er is veel draagvlak voor in de omgeving voor de manier waarop het nu is ontworpen. Van de 96 bomen moeten er 20 verdwijnen en 12 verplaatst. Maar er komen ook veel nieuwe bomen bij. De sloop begint al in oktober en over 3 jaar moet de bouw klaar zijn.